Morgen, het is vandaag donderdag, denk ik. Donderdag al. En ik had vanochtend een presentatie die ik heb gehaald. De cijfer staat er al in, dus dat is fijn. En het is nu ongeveer 9:45 en we gaan even ontbijt halen. Dat ging eerst elke keer naar de bakker, maar we gaan nu toch naar de supermarkt. Ja, we gaan misschien, we kunnen gelijk leven halen. Ja, dat is wel beter, ja. Elke keer. Ja. En vanmiddag gaan we dus kanoën. Dus ik heb mijn GoPro opgeladen. Die kan ik dan meenemen. Of gewoon met mijn telefoon filmen kan ook. Misschien is die kwaliteit zelfs beter. Dan is het wel handig met die onderwaterwasjes. Oh ja, dat moeten we wel meenemen. Ik heb er twee, ja. Dan kan je hem om je nek hangen. Als je telefoon van de boot valt in de zee, dan kun je er nog achteraan springen. Nee, maar je kan hem toch in je nek hangen dan. Oké, dus we gaan even eten halen. Op zich ben ik al best wel bruin geworden. Alleen mijn huid is wel echt onzuiver. Hoe piebruin ben je geworden, schat? Dus wij gaan even eten halen. Is dit nou de Lidl of de Aldi? Dit is de Aldi. Ik heb het nadenken. Oké, we zijn in de Aldi. En we gaan even koffie halen en broodjes halen. We waren ons mondkapje vergeten. Maar gelukkig was er een lieve man in de auto die onze paniek zag. En ons een mondkapje heeft gegund. Nou, zie ik veel geluk. Je moet zo doen, hè? Anders zit hij niet goed. Hij heeft helemaal geen lucht meer. Oké, deze mondkapjes zijn groot. Een soort XL mondkapjes. Ja. Nou ja, was ook best wel groot die mond, toch? Dan zeg je, ja, dat zou wel kunnen. Maar we gaan wel even een beetje tempo maken. Je pakt gewoon koffie, broodjes en gun. Oké, dan koffie ook gewoon mee. Oké. Okay. Dus ja. We hebben echt maar kleine dingen nodig, dus we hoeven geen heel mandje mee te nemen, toch? Nee, die zijn we toch al vergeten. Joep, geef even een rondleiding hier. Nou, hier zijn de garnalen en hier heb je de... Wat is dit? Nou, schelpen? Schelpen, ja. En dit zijn de reuze garnalen. Durf je er eentje even pakken? Ja, voor eentje. Niet kloten, hè? Nee, oké, okay, we gaan niet kloten. Nee. Oké, okay, even zo. Ja. Dit was echt heel kut. Oké. Okay. Nou, we hebben in ieder geval koffie. Ja, wat moesten we nog hebben dan? Alleen broodjes, toch? Ja, alleen broodjes. Als eerst een donut. Wil je normaal of een chocolade? Ik wil normaal. Nou, normaal gebruik je hier een grijp, dat hoort hier niet. Dus, met de handen. En ligt daar? Daar, ja, daar hebben ze ook al een kaaskruisjes gezeten. Ja, nou, okay. Ze worden gemengd. Dat is niet lekker, hè? Wat nog meer? Brood. Croissantjes. Zo'n pizza, ja, zo'n pizza broodje. Die heb je gisteren niet eens op. Ja, maar ja, ik neem gewoon alleen die nu mee, dan is het gewoon goed. Dan hoef ik niet meer die andere broodjes. Deze? Ja. Oké. Okay. Wat nog meer? Ze hebben ook een donut met karamel. Welke hadden we gisteren nou die? Ja. 12 cent, jongens. Nou, ik vind dat wel een beetje duur. En deze, 10 cent. Oké, en croissantjes dan. Deze staat bon. Oké. En nu voor het ontbijt. Ready? Croissantjes, ja. Ah, ja, croissantjes, ja. Ja, je mag... Nou, ik heb net de vaatwasser uitgeruimd, dus ik denk dat dat jouw beurt is om de vuilniszak te doen. Ik heb al de hele tafel gedekt, maar ik zal het doen, omdat ik zo lief ben. Oké, okay, en hoe laat gaan we dan weg? Wat? Want we gaan gewoon die spullen dan bij je ouders leggen en dan de kano pakken. Ja. Oké. Okay. Nou, je ziet alweer hoe de taken zijn verdeeld. Dat mag ik er wel in doen, hè? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Verse spullen was al. En verse jus. Nou, wat wil je nog meer? Oké, okay, wij hebben ontbijt gehad en we gaan dus nu kanoën. Dus ik ga nu alleen nog maar filmen met mijn telefoon of met de GoPro. Want ik ben bang dat anders mijn camera nat wordt. En dat moeten we niet hebben. Dus ik ga nu
De camera weg doen, die laat ik hier. En dan film ik vanmiddag wel weer met mijn camera. Wat ik aan heb is dit gele jurkje van Naked. En daaronder heb ik ook een gele bikini. Ik hoop dat je me hoort. Deze zonnebril staat echt... Die zonnebril is veel te groot. Niet mooi bij mijn hoofd, maar ja. Voor het idee heb ik hem even op. Er komt de hele tijd water komt er in mijn ogen. En dat doet echt mega veel pijn. Maar we zijn echt op een mega mooie locatie aangekomen. Ik zal het wel even filmen. Oké. Ik ben gewoon echt nog steeds aan het trillen. Maar zo. We gingen dus kanoën en we hadden dus een kano. Ja, logisch. En opeens liep die kano helemaal vol met water. En we waren echt midden op zee. Toen raakten we helemaal in paniek. Ik al helemaal. Toen konden we nog een soort van... naar de zijkant komen. En alles was doorweekt. De tas, de spullen. En we bleven de hele tijd maar, ging die kano bijna om. Helemaal gek. Toen kwamen we eindelijk op het strand. Ja? Wil je mama even bellen? Ja, dat ga ik zo doen. Maar anders moet ik huilen als ik nu mama ga bellen. Dus toen kregen we echt gewoon blinde paniek. Ik al helemaal, want ik kan er helemaal niet tegen. Toen kwamen we dus op het strand aan. Toen zat die hele boot vol met water. Alle spullen waren helemaal nat. De handdoeken, alles. En toen was ik helemaal overstuur. Helemaal hyperventileren. Ik kan er nu nog een soort lachend over praten. Maar toen moesten we dus de kano daar achter laten. Hebben we net een Uber besteld. En nu zijn we thuis. We mochten gelukkig de paddles meenemen in de Uber. Nu zijn we gelukkig thuis. En we gaan even douchen. Dan gaan we wat eten. We hebben ook nog niks gegeten. Maar dit was echt een van mijn grootste angsten. En dat is nu gebeurd. Oké, wij zijn weer een beetje van de schrik. Hoe zeg je dat? Bekomen? Ja, voor u zeker. Ik weet niet hoe dat heet. Ja, we zijn nu... We zijn van de schrik bekomen, ja. Pizza aan het eten. Het is inmiddels 3:30. 4:10. Ja, veel te laat. Nee, dit was echt niet normaal. Ja. Ik denk oprecht dat het een van de heftigste dingen is die ik heb meegemaakt. Maar ik dacht dat we dood gingen. Echt. Het was echt gewoon een hele gevaarlijke situatie. Ja. Ja. Zeker omdat je ook alleen bent, zonder reddingsvesten, midden op zee. Wie gaat er nou midden op zee zonder reddingsvesten? Dan kunnen alleen wij zijn. Dat is jouw idee. Oké, het is inmiddels, hoe laat het moet zijn? 8:15. We hebben ons net klaargemaakt. We hebben even geslapen. We zijn nog steeds een klein beetje in shock, maar het gaat wel weer wat beter. Dus we gaan nu even wat eten en misschien wat drinken. En gewoon het beste er nog van maken. We zijn voor ons leven getraumatiseerd. We gaan een mooie avond maken. Zeker. Nee, maar we willen zeker niet overdrijven, maar dit was wel echt heftig. Ik ben heel benieuwd. Zeker. Ik vind dit dus heel leuk. Ik heb dat thuis ook. Zo'n mandje. Heel lekker. Met frietjes. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Ik ben echt net wakker. Ik zie er ook echt niet uit. Gisteren hebben we echt super lekker gegeten. Echt heel erg lekker. En we zijn best wel op tijd gaan slapen door gisteren. We waren echt zo, zo moe. Het was echt niet normaal. Ik was echt net... laat wakker en ik ben ook niet wakker geworden. Ik heb overal spierpijn van gisteren. In mijn armen en in mijn benen. Dus dat is niet best. Maar het kan gebeuren.
En nu gaat het eigenlijk wel weer prima. Ik was heel bang dat ik nachtmerries zou krijgen over wat gisteren is gebeurd, maar dat gelukkig niet. Als het een nieuwe video is, leuk dat je kijkt. Vandaag gaan we weer naar een strandje de hele dag. En daar lekker de hele dag chillen. En ik ga even mijn wimpers doorborstelen, want het ziet er niet meer uit. En even naar de wc. En mijn camera opladen. Oké, wij gaan nu met de scooter naar de Aldi. Vergeet niet dat het de Aldi of de Lidl is. En dan gaan we daarna gelijk door naar het strand. Dus we hebben onze spullen al mee. En dan gaan we met de scooter. Oké, we zijn aangekomen bij het strand. Hoe heet dit strand? Albandera. Oké, nou. Praia de Albandera. Nou, we gaan nu even kijken hier. Even leuke shots maken. En we hebben broodjes gehaald. Ontbijt en middageten. Als het veel te laat. Heel mooi. En waarom is er helemaal niemand? Ziek mooi. Volgens mij ziet mijn haar er echt niet uit, maar oké. We zijn nu op het strandje en het is er echt mega rustig en echt heel erg mooi. En ik zal even wat dingetjes gaan filmen. Oké, ik ga dan even daarin lopen. Het is inmiddels 5:30. Of, nou ja, ik denk dat het iets van 5:30 is. En we hebben ons klaargemaakt van het strand. We gingen dus best wel vroeg weg. Nou ja, vroeg op tijd. En nu hebben we ons klaargemaakt en gedoucht. En we gaan dus nu naar... Shopping Mall Aqua. Shopping Center Aqua. Oké. In Portimao. In Portimao. En dan gaan we dus even shoppen en bij de McDonald's eten. Het is helemaal compleet. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus dat gaan we nu doen. Dus we gaan met de scooter gaan we daar naartoe. Echt, ik zweer het op die camera. Lijken mijn wimpers echt vreselijk. Maar zo ziet het er niet raar uit, toch? Nee, je ziet er zo goed uit, lieverd. Echt. Oké. Dus we gaan dus nu naar... Aqua. Naar Aqua met de scooter. Oké, we zijn bij... Het is wel echt veel mooier dan ik had verwacht. Super. Het is echt kapot mooi. Nou, we zijn dus nu bij het shoppingcenter. Dit zijn de winkels die er zijn. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar we gaan nu even naar binnen. Voor het eerst samen shoppen. Ik ben ontzettend benieuwd of ik daar nou zin in heb, of dat het nou heel erg... Nee, schat, die moet je niet zo aanstellen. Ik zie wel dat jouw winkel dicht is. Nee. Nou, gaan we kijken. Die had ik vandaag aan. Niet deze, maar... Is van de Zara heb ik hem. Maar ik vind deze dus wel leuk. Die neem je niet op. Beste van de vakantie? Nee, grapje. Heel lullig. Oké. Toch bizar wat je hier krijgt voor deze prijs. Zie je maar. Voor 15 euro heb je zo kapot veel. Ja, ik heb er veel zin in. Die is van mij. Deze voor jou. Ja. Thank you.
Wij zijn terug van de shopping mall. Dat was echt heel erg leuk. Ik zal even laten zien wat we hebben gekocht. Als eerst hebben we zo'n grote badhanddoek gekocht. Maar we gaan zo meteen even op het strand zitten. Dus dan kunnen we hem gelijk meenemen. Voor ja, de komende dagen heeft het niet meer heel veel nut. Maar alsnog is het wel heel handig om gewoon te hebben. Ja. Dus dat hebben we gekocht. Wacht even, ik ga het zo doen. Maar ik vind deze wel mooier dan die ze normaal verkopen. Ja, ja, deze is maar ook goede. Ja, dus we hebben ook goede kwaliteit. Goede kwaliteit. Deze hele leuke toilettas. In een roze kleurtje. Met de J erop. Heel leuk. Ja, heel leuk. Heel leuk. Gekregen. Voor Brent. Wat is hier? Oh, dat is mooi. Oh, dat is dat shirt. Ik zal het even laten zien. Dit Nike shirt. Groen, omdat het jouw favoriete kleur is. Donkergroen. Beetje kaki groen is het. Heel leuk. Kaki. Ja, zo heet die kleur, kaki groen. Oh, maar dit zijn. Nou, dat kan ik wel op zich wel. Oh, dit is het. Oh ja. Dan een jurkje bij de Bershka gekocht. Alleen, ik had op zich best wel leuke dingetjes. Alleen de pashokjes waren niet open. En ik durf dat dan niet mee te nemen. Omdat je ook niet meer makkelijk terug kan, natuurlijk. Maar dit jurkje wilde ik wel heel graag proberen. Het is echt zo'n heel lang blauw jurkje. Ik zal hem zo even passen. Van broek van mij was niet goed. En bij de Zara Home, ik had voor de mensen die mijn vakantie. Nee, mijn vakantievideo's. Verhuisvideo's hebben gezien. Had ik van die hele leuke beige kussentjes. En ik zag ze dus nu ook in het wit. En ik dacht dat is wel heel erg leuk. En ze waren dus nu in plaats van 18 euro, waren ze 13 euro. Deze en dat. Met die hele leuke. Hoe noem je dit? Franjes of zo. Oh. Grafels, denk ik? Ja, van neer. En dan heb ik het ook nog eentje. Dus die kan ik dan voor in mijn nieuwe kamer. Kan ik die dan neerleggen. Dat is wat we hebben gekocht, toch? Ja, dat was hem, denk ik. Valt best mee. Zeker. Schade is beperkt. Ja. Voor je hebt ingaan. Dat echt niet. Ik was de vlog aan het editen en ik zag dat ik weer eens geen einde had. Ik ben ondertussen ook met vriendin naar Barcelona geweest. Dus er komen ook Barça video's. Heel erg leuk. En ja, er komt hierna ook nog een vakantievideo. Ik was deze avond nog naar het strand geweest. En daarna zijn we lekker gaan slapen. Dus ik hoop dat jullie deze video ook weer heel erg leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan hoop ik je snel weer te zien bij de nieuwe vakantievideo. Doei doei!